Ik wou heel even kort iets zeggen dat we weer een oorlog erbij hebben nu in het Midden-Oosten. In elk geval een situatie waarin heel veel mensen overlijden en mensen heel veel leed wordt aangedaan. We zijn nu met 30 man, vrouw, en over 2 weken moeten dat er 100 zijn. En de kernboodschap van de campagne is: stem voor alle kleinkinderen, kies voor het klimaat. Ik ga er morgenmiddag weer komt er weer een via de mail meer informatie over. Als ik het goed heb begrepen, dan zijn wij dus om 2 uur op het CS in Den Haag op 2 november en dan krijgen we allemaal een pakketje. En dan, wat ook heel belangrijk is, is 12 november in Amsterdam. Zoveel mogelijk grootouders daar zijn. We zitten ingedeeld in het blok oud en jong. Dus de jonge klimaatbeweging zit erbij en ook de oude klimaatbeweging, zullen we maar zeggen. En dan verzamelen we om 12 uur bij de Dominicuskerk. Vaak is dat de toekomst toe aangeboden wordt aan Kim Putters, de voorzitter van de SER. En de landelijk wordt dus gevraagd of zoveel mogelijk Haagse grootouders, omdat het daarvoor het dichtstbij is, aanwezig kunnen zijn bij het overhandigen van die toekomst toe. Daar heb ik een appje rondgestuurd aan de Haagse grootouders. En ik hoop zo snel mogelijk van Ilona te horen hoe laat het is, want dat is natuurlijk niet onbelangrijk. En wij hebben ons vooral geconcentreerd op die laatste 10 minuten. Meer hebben we niet zo ongeveer bij de uitlaat van de kinderen en grootouders. En we willen graag dat we worden die kinderen op een kleine toekomst toegezet. En dan mogen ze zeggen wat ze van de toekomst willen, wat zij verwachten. De hele dag is gewijd, of de hele maand sowieso, en deze dag is speciaal. En de hele maand is gewijd aan de stad van de toekomst in het universum. Dus dat is het thema van de hele maand. En deze dag is gewoon gewijd aan het gesprek van de generaties. Niet langer wachten, niet langer dralen. Is serieus en maak een keus en doe het gauw.